Maandag hadden we nog met regen te maken, maar daarna werd het eindelijk droog. Stabiliseerde het weer, maar de temperatuur daalde wel onder het vriespunt. En dat zorgde plaatselijk voor wat gladheid, zoals we ook hier zien op een bruggetje in Houten bij die bekende gekleurde huisjes. Maar we zien ook aan de rest van de foto dat het weerbeeld verder heel rustig was. Een mooie zonsopgang en ook aan het water zien we niet al te veel rimpeltjes. Dus de wind hield zich over het algemeen gedijst. Op de meeste plaatsen dus stabiel en droog winterweer, maar dat was niet overal het geval vandaag. Want vanaf de Noordzee trokken ook enkele buien over het land. En hier zien we zo'n bui op de foto. Een prachtige cumulonimbuswolk leverde ook wat hagel op. En daarboven die strak blauwe luchten. Heel mooi plaatje genomen in Drenthe vandaag. Die winterse buien zijn vanavond echt in de minderheid. Vooral in de kustgebieden kan nog een enkele bui vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog. En ook vanavond daalt de temperatuur weer onder het vriespunt. En vannacht dan gaat de wind in kracht afnemen en daardoor gaat het nog een stukje verder afkoelen. Op de koudste plaatsen in het binnenland -3 of -4 graden. Alleen aan zee blijft de temperatuur net iets boven 0 graden en daarbij dus heel weinig wind. Morgen hebben we ook nog met een aantal winterse buien te maken. En eerst zijn die winterse buien vooral weggelegd voor de kustgebieden. We zien hier een exemplaar vlakbij Ameland in de buurt. Die komen vanaf de Noordzee over het land trekken. Maar in de middag en avond gaan die buien intensiveren. Gaan ze in aantal toenemen en gaan ze ook dieper het land optrekken. En we zien ook wat paars in de weerkaarten verschijnen. En dat betekent dat die regen op steeds meer plaatsen ook over kan gaan in hagel, natte sneeuw en misschien zelfs wel wat sneeuw. En dan vooral in het oosten, zuiden, zuidoosten van het land, daar kan misschien wel een dun sneeuwdekje van 1 à 2 centimeter ontstaan. Nou, als we dan nog even kijken naar de weerssituatie van donderdagochtend, dan zien we nog steeds hoe er vanaf de Noordzee nog enkele van die winterse buien aankomen zetten. Woensdag overdag is er dan eerst nog niet zo heel veel aan de hand. Overwegend droog weer, zonnetje erbij, matige wind uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt dan naar 4 of 5 graden. En dan in de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten dus de hoeveelheid buien toe. Nou, de neerslag is niet het enige aandachtspunt voor het weer morgen, want die intensivering van die buien komt door een klein venijnig lage drukgebiedje dat komt afzakken naar het zuiden. En als we dan even het windveld erbij pakken, dan zien we dat morgen in de loop van de dag die noordwestenwind behoorlijk gaat aanzwellen. Vooral langs de westkust kan het af en toe even hard, misschien wel stormachtig waaien. Morgen overdag dus nog flink zonnig, maar vanuit het noordwesten steeds meer winterse buien en lokaal kans op een dun sneeuwdek.